De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Kardinaal Daneels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toe behoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koekelberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. Vanaf 1996 kwam die groep elk jaar bijeen en organiseerde ze in het geheim het verzet tegen Jozef Ratzinger, die op dat moment de rechterhand van paus Johannes Paulus II was. Daar waren enkele bisschoppen bij en een paar kardinalen, te veel om op te noemen, maar waar heel vrij uitgesproken werd. Er werd niks verslag van gemaakt, waar men zich eens kon uitleven. Wanneer paus Johannes Paulus II sterft in 2005, schuift de groep al de huidige paus naar voren als een opvolger. Maar het wordt toch Ratzinger. Daneels kan zijn ontgoocheling nauwelijks verbergen. The proof of the pudding is in the eating. Als je weet hoe de pudding smaakt, dan moet je wachten tot hem eet. Maar het duurt niet lang voor de groep van St. Gallen een nieuwe kans krijgt. Want paus Benedictus treedt onverwacht af. In 2013 heeft deze groep eigenlijk wel haar streven bereikt, namelijk met de keuze van paus Franciscus. En in zekere zin kun je dus zeggen dat door deelname aan die groep de kardinaal toch wel een van degenen is geweest die de voortrekkers zijn geweest van de keuze van paus Franciscus. Kardinaal Daneel staat dan ook te stralen naast paus Franciscus op het balkon in Rome. Sindsdien gaat hij regelmatig naar daar om te praten met de paus. Volgende maand is hij opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de synode over het gezin.